De Motorpodcast. Ik heb wel minder blessures met motocross gehad dan met voetbal. Moet ik wel zeggen, remmen en dergelijke is heel anders. Daar ga je echt mee de fout in als je van een crossmotor afkomt en je gaat daarna de weg op. Jij bent met die motor bezig. Als je het niet goed voelt, stap even op die motor. Ga even een rondje rijden. Het is een soort therapie eigenlijk. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 95 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Hij komt er nu vloeiend uit. Ja, nee, ik heb even geoefend in de koffiepauze. En behalve dat ben ik ook motortechnisch buitengewoon geïnspireerd geraakt door een bezoek aan de Bike Shed in Londen. De ultieme hangout? Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen de ultieme hangout. Hè. Er is er ook een in Los Angeles. Daar moet ik ook nog een keer naartoe. Maar die in Londen heeft me wel geïnspireerd. Zoiets moeten wij in Nederland ook hebben. Vertel, wat is de Bike Shed voor de mensen die het niet kennen? De Bike Shed is een soort, ja, wat je al zei, een hangout. Het is dus een bar, een kroegachtig iets, maar je kunt er ook lekker eten. Mm-hmm. Het is weliswaar speciaal voor motorrijders. Dus ze hebben in hartje Londen hebben ze gewoon een motorparkeerplaats waar je veilig je motor neer kan zetten. Overdekt, het is allemaal keurig geregeld. En ja, wat ze er ook hebben is een kledingzaak. Tenminste, je kunt motorkleding kopen. Motordingetjes van Bike Shed zelf natuurlijk, maar ook andere dingen. Er zit een barbier bij in, een kapperszaak dus. Mm-hmm. Een tattoo shop. En ja, dat is het eigenlijk. Je kunt er ook motoren kopen, of tenminste, die staan her en der opgesteld. Die zijn een beetje bijzaak. Van motorzaken. Ik zei van, nou, dat vind ik wel een mooi model. Mm-hmm. Die eventueel kunnen kopen. En toen dacht ik zoiets van, dat moeten wij in Nederland ook hebben, maar dan nog iets uitgebreider. En wat moet er dan bij? Slaapplaatsen? Ja, wat mij betreft wel. Waarom niet gewoon ook een motorhotel, maar eventueel ook een optie dat je daar met je tentje kan staan. Dus een kampeerterrein met weet ik veel, goede toiletten en dat soort zaken. Nou, Ron Batist vertelde dat al ooit kort in Rotterdam is geweest. Ja. Maar waarom zou dat er niet nu weer zijn? Laat het terugkomen. Nou, ik geloof dat ze in Rotterdam destijds een probleempje hadden met een drankvergunning of zo. Ja, maar je moet wel een tapvergunning hebben natuurlijk. Ja, en dat hadden ze daar niet. Maar ja, ik zag het al helemaal voor me. Ik bedoel, ik zoek natuurlijk nog een investeerder om dat voor elkaar te krijgen. Maar kijk, dat je gewoon gezellig een echte motorcafé hebt. En waar zou je dat willen beginnen dan? Nou, ik dacht eerst bij de Veluwe, maar nou, dan kan je op zondag niet open. Ja, dat is dan inderdaad een soort probleempje. Maar dat leek mij dan een mooie plek om dat daar te doen. Maar misschien ergens in het midden van het land. Ik moet zeggen, toen wij bij Lowlands Biker Store in Zwolle waren, dat heeft wel een beetje die sfeer dan, denk ik. Je hebt alleen geen gezellige kampeerplaats, want het is een industrieterrein. Maar de sfeer daar binnen, die hadden ook een barbier, ook een tattoo shop. Motoren, motorkleding. Ja. En dat je daar ook nog een beentje op kan laten treden bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt me hartstikke gezellig. Nou, misschien moeten we met een aantal mensen de handen eens in elkaar slaan om dat in Nederland mogelijk te maken. Ja, Bike Shed NL. Ja, en dan ook natuurlijk een plek waar we de motorpodcast en dat je gewoon aan kan schuiven, dat we dat daar gewoon midden in het publiek opnemen. Over aanschuiven gesproken, de 15e oktober komt dichterbij en we hebben straks misschien nog goed nieuws voor als je nog geen kaartje hebt, want we zijn uitverkocht. Ja, maar wat is nou een staanplaats of zo? Had je nog misschien kunnen we nog wel wat fixen. Blijf luisteren. Oké, dat is belangrijk. Wij gaan praten met onze hoofdgast. En onze hoofdgast is de jongen met het tuinhuisje. Oeh. En wat gebeurt er allemaal in dat tuinhuisje? Daar zijn we natuurlijk vreselijk benieuwd naar. Nou, we kunnen wel iets verklappen natuurlijk van tevoren. Want hij wil graag het motocrossen promoten. En hij heeft een mooie bike meegenomen. Ja, dus daar gaan we het zeker ook even over hebben. Dat is meer jouw ding, hè? Dit is de crossmotor die ik leuk vind. Maar hij heeft zelf ook iets met crossmotoren. En ook iets met dat tuinhuisje waar ze in staan. En nou ja, goed. Meer dan genoeg om over te praten. En we hebben straks nog een MKC Moto Masterclass over jassen. De MKC Moto Masterclass, want ja, welke motorjas past het beste bij jou? De Motorpodcast. Achter het vizier van Robert van Zogel. Robert, welkom in onze Bike Shed. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Geweldig. Robert, laten we eerst even naar buiten lopen, want jouw motor staat hier voor de deur. Want de eerste vraag die wij eigenlijk aan iedereen altijd stellen is: waar rij je op? En om daarachter te komen hebben we ondertussen de gevoelige motorpodcast microfoon naar buiten verplaatst. We staan hier voor onze eigen Bike Shed op de Pirate Avenue.
Ja, dat is eigenlijk gewoon de weg van Laren naar Hilversum. Maar goed, Pirate Avenue klinkt wat cooler. We staan bij de motor van Robert. Hij ziet er dik uit, Robert. Wat is het? Het is een GSX-S, een Suzuki. Een 7,5 uit 2017. Ik heb hem echt na 2 maanden. Het is een naked bike. Met een het softere modelletje van jouw R1. Het is geen 1000cc, maar het is een 7,5. Alleen dan van Suzuki. En dat, een betrouwbaar blokje. Dat vond ik in deze wel heel erg belangrijk. Waarom heb je voor, deze gekozen? Ik heb voor deze gekozen. Ja, dat is een goeie. Ik vind sowieso de looks vind ik wel heel erg netjes. Hij is wat scherper dan de meeste modelletjes. Ik heb juist niet voor een 1000cc gekozen, omdat ik dat al een keertje heb gehad. En ik, laat ik het zo zeggen, je hangt er als een vlag achteraan. Maar dat zal jij misschien ook wel herkennen als je hem vol open draait. Ja, dat klopt. Maar terug naar een 750 zou ik nu niet overwegen. Nee? Nee. Nou, ik weet niet. Ik vind het heerlijk. En het is een 4 in lijn. Lekker smooth. Ja. En ik heb hiervoor heel veel V4 motoren gereden. Dat is wat meer bokkig. En ik was gewoon toe aan een motor waar ik op een veilige manier gewoon hard kan rijden. En lekker soepel. Ja, lekker soepel, ja. Hij ziet er mooi uit inderdaad. Spits designtje, knalrood. Quadlock houdertje, tanktas houdertje. Wat heb je nog meer aan laten doen? Ik heb er nog niet zo heel veel aan laten doen. Tankring heb ik erop zitten van SW Motech. Ik vind het gewoon super lekker om alles bij de hand te hebben. Ik heb die quadlock, wat jij zei. En dat vind ik echt een van de meest briljante opties voor een motor. Omdat je je navigatie gewoon op je stuur hebt zitten. Ik heb dan een TomTom Go app. En dat is eigenlijk gelijk aan de software dat op een TomTom draait. Dus ik ben daar helemaal gelukkig mee. Ik zou nog een ander uitlaatje willen. Want die is standaard. En voor de rest toch wat meer herrie. Nou, herrie wil ik niet zeggen. Ik denk een wat, wat dieper geluid. Dieper geluid. Nou, start hem nu even voor het idee. Standaard uitlaatje, de GSX S57. Klinkt als volgt. Heel zo. Het is echt een Japannetje. Een 4-cilindertje. Even een beetje gas. 5. Dat is hem. Ja, heel goed. Hey, maar een naked. Dat is toch wel altijd vol in de wind. Vol in de wind. En dat, ja, het geeft mij wel een ik vind het mooiste, mooiste manier om motor te rijden. Oké, heel duidelijk. Dus geen kuipje erop of een ruitje? Nee. Mijn vader heeft dat wel. Die heeft hem echt een tourmodel. En daar heb ik afgelopen weekend op gereden. Ik kan me voorstellen dat het heel erg relaxed is. Maar het sportievere, de aanvalshouding op zo'n motor prefereer ik toch ten opzichte van een ruitje. En nou is deze best wel nieuw, hè? Ja. Zit het eerste pijnlijke plekje er al op? Volgens mij op mijn uitlaat, ja. Oh, je uitlaat? Het pijnlijke plekje, dat eerste plekje. Bovenop, ja. Die zal pijn gedaan hebben. Ja, maar dit kan eraf, hè, dat kappie. Dus dat is nog te vervangen. Ja, gelukkig moet de hele uitlaat eraf voor een andere, dus dat scheelt. Nou, hoe belangrijk is geluid dan voor jou? Want je wil dat dikke, donderende geluid. Maar het is het beste mooi soundje nu. Heb ik over nagedacht. Je hebt, zeg maar, ik vind dat je verschillende soorten geluid hebt. Je hebt bijvoorbeeld Alipovic uitlaten van AliExpress die je erop zet. Waar geen sound engineering in heeft gezeten. Maar je hebt ook gewoon goedgekeurde sportuitlaten. Met een dB-killer erin en dergelijke. En dan denk ik niet dat het om de dB's gaat. Maar gewoon om het, de sound die eruit komt. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Donker, mooi, vol, rond geluid. Ja. Binnen de grenzen met dempertje kan dat ook mooi zijn. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, we gaan gauw naar binnen en dan praten we daar verder. Is goed. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. We zitten nu weer lekker binnen, want ja, buiten staan kan natuurlijk wel de hele podcast. Maar ja, daar word je ook zo moe van. Het is vies benauwd, als ik dan toch wel wat mag klagen. Het is eigenlijk weer te warm, motor weer nou. Ja, hè? Toch? Nu we dit opnemen, wat is het? 28 graden of zo de afgelopen dagen? 30? Ja, en dan is het buiten inderdaad op dit moment, ja, een verfrissend regenbuitje zou fijn zijn nu. Hij houdt van rijden in de regen. Ja, ik weet het. Jij ook? Nou, ik heb de buienradar even gekeken en er zou een bui komen. Mm-hmm. En ik had er al een klein beetje de pest in dat het zou regenen. Maar ik ben geen regenrijder, zeker niet. Nee. Met een, op een naked bike, met een goed jack aan, is het toch ook wel vol te houden?
Dat zou best kunnen, ja. Dat zou best kunnen, maar ik... Geen zin om het te proberen. Nee, geen zin om het te proberen. Ja, dat is heel duidelijk. Mis je dat ruitje niet? Want jij zit, Peter, achter een mooi ruitje. Eigenlijk een soort... Ja, schuifpui. Ja. En ik met die R1, ja, dat ruitje mag niet veel naam hebben, dat kruipruitje. Maar jij hebt echt helemaal niks. Nee, ik heb helemaal niks. En ik denk dat als je in de regen rijdt, dat je inderdaad ook veel meer regen vangt dan als je inderdaad zo'n schuifpui hebt. Ja. Jij meldde je een jaar of twee geleden bij ons al. Je bent echt luisteraar van misschien wel het eerste uur. Ja. En jij zei van ja, ik wil best wel eens langskomen als gast, want ik heb best wat te vertellen. Meer aandacht voor motocross onder andere. Ja. Ja, jij bent fan van motocross. Dit geluid is fantastisch. Ja. Wat is er zo fantastisch? Leg dat eens uit. Wat is er nou fantastisch aan motocross? Mij trekt het niet. Ik vind het leuk om te zien. Maar om het nou zelf te gaan doen? Ja, ik weet niet, het is een... het is naar mijn mening een van de zwaarste sporten die er is. En dat heeft er gewoon mee te maken dat elk spiertje in je lichaam... dat wordt gewoon belast. En dat gepaard met een passie voor motoren, sleutelen... jongens, mannen, dames onder elkaar die alleen maar bezig zijn met... Oké, hoe kan ik een bochtje sneller nemen? Waar sta jij? Welke lijn pak jij? Hoe pak jij deze schans? Dat is een soort community. En als je daarin zit, dan is dat verslavend. Mm. Ja. Nou, Charmaine zei het ook al. Hè? Tenminste, zei het dan tegen mij. Als je van die bierbuik af wil, dan moet je gewoon gaan motocrossen. Want dan train je die buikspieren pas echt. Ja, je hebt ook een niergordel. En dat is niet voor niets. En dat, omdat gewoon alles heen en weer schudt. Al zitten je nieren achter je oren. Is het wel eens fout gegaan dan bij jou? Ja, ook een keertje. Pols gebroken. En dat komt omdat je hebt een sectie waar je hobbel na hobbel na hobbel na hobbel hebt. Ja. En in de motocross, maar ook in de motorwereld is een highsider wel bekend. Ja. Nou, die heb ik ook gehad. Voor de mensen die een highsider dan toch niet kennen. Er zijn vast een paar luisteraars die dat niet kennen. Uit de GP of uit de cross. Ja, dan gaat je achterkant verliest grip. En die wil eigenlijk je voorwiel inhalen. Dat is niet goed. Wham, en op een gegeven moment hou je hem niet meer. Ah. En dan gaat hij. Maar ik heb wel minder blessures met motocross gehad dan met voetbal. Dat vind ik wel even belangrijk. Oh, hey, voor we het echt helemaal over motocross gaan hebben, waar is jouw motorpassie begonnen? Ik denk dat mijn vader die passie eerder bij mij erin wilde krijgen dan dat ik daadwerkelijk ben begonnen. Hij heeft altijd een motor gehad en die wilde altijd dat ik met hem achterop ging. Nou, ook wel gedaan, maar ik wilde toen de tijd voetballen. En op mijn 14e was ik eigenlijk een beetje... had ik een beetje de pest in, als ik eerlijk ben, met voetbal. En toen zag hij zijn kans schoon. Je werd nooit opgesteld of zo? Nee, dat niet. Het team, dat geen motivatie had en dergelijke. En dan ben ik er een beetje klaar mee. Mm-hmm. Toen zag mijn vader zijn kans schoon. En die bracht mij mee naar Bonenberg Motors in Nunspeet. Gespecialiseerd in motocrossen. En in zijn tuin, dat is een klein crossbaantje... heb ik mijn eerste meters gemaakt op een 85cc crossmotortje. En daar begonnen wij meters. En dan, dat is leuk, ik zou nooit echt met zo'n wedstrijd mee kunnen doen. Dan val ik door de mand, maar alleen. Hè? Niet. Zo is bij jou toch ook begonnen? Ja, op een weilandje door je vader. Mijn vader heeft het niet gestimuleerd. Die was er niet echt blij mee. Ik had een opa die al een Hardy had, maar dat is lang geleden. Maar eerst op het motorfietsje van de buurjongen. En ik ben pas nog even naar het dorpje waar ik opgegroeid ben teruggegaan. En achter het kerkje was nog steeds het trappetje waar ik tegenop kon rijden. En dat vond ik fantastisch. Heerlijk. Ja, ik kan... dit geluid ook op de achtergrond. Ja, ik zet het soms gewoon aan in mijn auto om hier gewoon naar te luisteren. De stemming kan het nu gewoon een uur draaien. Ja. Zet het maar op dag. Nee. Maar wat dacht je dan als 14-jarig jongetje? Van, is het dan de kunst van dat ding in bedwang houden? Of is het gewoon de blub? Is het hem recht houden? Is het tegen dingen op kunnen waar je eigenlijk niet tegen op kan? Of wat was het gevoel? Ja, ik denk dat het sowieso wel een stoerdere sport is dan de meeste sporten. Dan badminton in ieder geval. Ja. Als je zegt, en dan dat voetbal. Ook dan voetbal. En ja, toen ik op dat ding reed, dat doet gewoon iets met je. Dat... door het zand rijden, tegen dingen oprijden, springen. Dat is gewoon, daar krijg je een kick van. En dat is echt iets wat je moet meemaken, denk ik, om dat te kunnen begrijpen. Maar dat zuigt je wel helemaal in die wereld. Ja.
Maar jouw ouders hebben het gestimuleerd. Mijn ouders vonden het helemaal niks. Die wilden inderdaad dat ik op badminton of tennis ging. Verschrikkelijk gewoon. Terwijl ik lekker wilde motocrossen. Maar jij hebt het dus altijd gedaan. En uiteindelijk ben je ook wedstrijden gaan doen, toch? Ja, wel op. Ik ben eigenlijk te laat begonnen om er echt goed in te worden. 14. Ja, 14. Nou, best vroeg. Of moet je dat gaan doen als je 3 bent of zo? Ja, de meeste, of tenminste degene die echt heel goed zijn, die stappen op hun 5e, 4e op zo'n motortje. Een heel klein 50cc brommetje waar de ouders op een afstandje staan met een afstandsbedieningetje. Dat als hij de bocht uitschiet, dat hij op een knopje drukt, dat de ontsteking dan niet meer werkt. En dan, nee. Oh, dan remt hij een beetje af. Dan remt hij af, ja, dat klopt. Dan heb je wel de basis. Dan heb je ook geen angst om op zo'n ding te zitten. En als je 14 bent, ja, dan merk je dat de jongetjes die op hun 5e op zijn gestapt, ja, die zijn al veel verder dan jij. Dan ben je met 14 wel een laadbloeier, ja. Ja. En het geluk dat je ouders had die je daarin stimuleerden. Terwijl de meeste ouders zeggen, ja, ga van dat weiland af, gevaarlijk, je bent 14, ja, doe normaal. Ja, zo stond mijn moeder er ook in, maar mijn vader niet. En mijn vader heeft gewonnen. Maar hoe lang heeft het geduurd voordat je de overstap maakte naar je eerste brommer of eerste motor? Op mijn 16e. Schakelbrommer. En dat was de volgende stap. Om je motorpassie eigenlijk uit te breiden. Dan begin je met je brommerrijbewijs en dan ga je daarmee bezig. Dus jij hebt dit niet meegemaakt. Dit is een schakelbrommer van voor het brommerrijbewijs, hè? Nou, ik heb een derby gehad. Ja. En dat is ook gewoon een schakelbrommer, tweetakt. Dus dit geluid komt mij ook wel bekend voor. Oké. Okay. Ja, deze staat nu achter je. Zo'n vermoeden had ik al, ja. Maar dat brommerrijbewijs zat er natuurlijk zo in, want je was gewend om op 2 wielen door de modder te crossen. Ja, dat klopt. En toen kwam al snel de eerste motor, denk ik, op je 18e. Want dan mag je motorrijden. Ja, dan mag je motorrijden, maar daar heb ik toen bewust niet voor gekozen. Omdat in die tijd moest je eerst gewoon 125cc rijbewijs hebben. Ik weet niet of dat nu nog zo is trouwens. Ja, en ik snap dus echt geen reet van dat rijbewijssysteem in Nederland. A1, A2, A tot Z, 80, weet ik veel, ja. Code, plus, min, apenstaartje. Ja, klopt. Ik weet het niet. Nou, die heb ik bewust overgeslagen, want ik vind 125cc. Ja. Ja, hè? Daar kan je niet echt mee op de snelweg. Ja, je ziet mij een beetje twijfelen van wat moet ik hier nou over zeggen. Hij had al zoveel meters gemaakt op die crossmotor en dan is 125 geen uitdaging. Nee, klopt. En daarom heb ik bewust gewacht tot mijn 20ste om dan een getrapt rijbewijs te halen. Waar je op een 35 kilowatt motor mag zitten. Hoeveel cc had die crossmotor van jou dan? Ik ben begonnen op een 125 en uiteindelijk een 250cc. Dus dan heb je eigenlijk al meer ervaring dan wie dan ook op zijn 18e? Ja, eigenlijk wel. Zo ongeveer, ja. Het motorgevoel zit erin. Mm-hmm. Moet ik wel zeggen, remmen en dergelijke is heel anders. Daar ga je echt mee de fout in als je van een crossmotor afkomt en je gaat daarna de weg op. Want wat is het grote verschil dan? Met motorcrossen rem je heel erg veel met je achterrem. Oeh. Ja, dat leer je meteen af. De meeste mensen die van een wegmotor op een crossmotor stappen en die gebruiken altijd de voorrem, glijdt de voorwiel weg en dan lig je op je plaat. Dat is echt een heel groot verschil. Ik zou het graag nog eens proberen. Ja, Ellis heeft me al een paar keer uitgenodigd. Duikoverging staat, hè? Ja. Mike neemt je ook zo mee. Ja. Naar de Noordkaap als het moet. Ja. Dat gaat me dan wel meteen. Maar ik zou toch nog een keer... Ja, ergens dat lekker vies worden op zo'n crossmotor. En dan in competitieverband gaat het me niet lukken. Maar zo lekker even alleen. Hoor toch eens hoe fijn dat... Hoe fijn dat is om even lekker door het... wat is het? Door de duinen mag niet meer, maar... Ja, ik sta bij Lelystad. Heb je ook naast het PVI-circuit en naast Nederland heb je ook zo'n crossbaan. Nou, is echt daar wel, heb ik heel veel gereden. Met die jumps en zo, dat heb je misschien wel eens gezien. Ja, als ik er in de buurt ben, rijd ik altijd even langs. Het ziet er wel spectaculair uit, maar ik zie het mezelf nog steeds niet doen. Weet je wat ik ook zo gaaf vind? Dat enduro en dan echt door zo'n pad naar boven rijden waar... Ja, een soort berggeit maken van die motor. En dan maar gaan, jongen. En kijken of je tegen die helling op kan komen. En gas erop houden. En dan... Ja, ik zat ter voorbereiding van deze podcast... zat ik ook even een paar van die filmpjes te bekijken. En nou, dan zag je gasten door... Nou, heerlijk gewoon. Door de blubber naar boven rachen met zo'n ding. En dan... Nee, Peter, ik hier mee. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik heb hem niet meer. Okay. Als je een keertje ergens naartoe wil, dan kunnen we altijd even kijken natuurlijk. Maar je crosst dus nu niet meer? Nee, nu niet meer. Hoe is het mogelijk? Gaat dat ineens over dan?
Ik ben iemand, als ik ergens mee bezig ben, dan wil ik er volledig voor kunnen gaan. Mm-hmm. En ik merkte in het als je begint met werken en dergelijke, dan worden er ook heel veel andere dingen gevraagd. En je koopt een huis, je moet erin klussen. Dan gaat dat allemaal naar de achtergrond. En als je dan weer op gaat stappen en je kan niet meer op het niveau rijden dat je altijd gewend was, dan gaat dat heel erg schuren, intern in je hoofd. Dus goed of niet? Ja, zo in dit geval is. Maar wat voor werk doe je dan? Is dat ook een beetje motorgerelateerd? Nee, totaal niet. Dat zou je wel verwachten. Ja, als je vanaf je klusser. Ja, als je vanaf je 14e begonnen bent met motocrossen en tweedehands onderdelen, moeten we het nog even over hebben. Hè, want dat is ook een dingetje waar je druk mee bezig bent geweest. Ja. Wat doe je nu voor werk dan? Momenteel ben ik accountmanager in de IT. Oh. Voor onze Nederlandse spoorwegen. Daar hou ik me dag in, dag uit mee bezig. Hey, maar ja, een motor is tegenwoordig toch ook een soort rijdende PC? Ik bedoel, je moet hem carburateur stel je niet meer in. Zit er niet meer op. Het is gewoon programmeren. Er zit gewoon een tekstbestandje in. Ja, wat aangeeft dat als je het gas zo ver opendraait, dan wordt er zoveel geïnjecteerd aan benzine. Klopt. En de mengselverhouding en zo, dat zit allemaal. Maar dat maakt het juist minder leuk, denk ik dan, of niet? Het sleutelen? Ja, juist omdat al die techniek erin zit, is het echte, zeg maar, het gevoelige handwerk en met kabeltjes en dat is echt wel uit, natuurlijk. Ja. Is eruit, dat klopt. Enerzijds vind ik het soms wel jammer, omdat ik weet niet, ik vind een mooie carburateur hebben, kan ik ook nog heel veel waardering voor hebben en het te afstellen met naaltjes en ik heb het je ook begint meteen weer te glunderen. Ja. Ja, ik kan er ook wel heel erg veel waardering voor hebben, maar ik zou er niet aan moeten denken om weer terug te gaan naar die tijd. Want als je ook ziet hoe verfijnd de motor nu kan lopen, juist met de carburateur kun je hem mooier laten draaien dan elektronisch geïnjecteerd. Geen idee. Zoveel verstand heb ik er niet van. Ja, ik heb wel met carburateurs zitten rommelen. En ik vond het wel een cream, hoor. Om het goed te krijgen. Ja, zeker. Je bent er wel mee zoet. Om het elektrisch goed te krijgen is ook een cream. Daar kan ik inmiddels over mee praten. Hey, maar wat was nou je eerste motor? Want je bent geslaagd natuurlijk in één keer voor je rijbewijs. Dat achterremmen, dat heb je uitgefaseerd, afgeleerd. Ja, en toen ik mijn motorrijbewijs heb gehaald, toen heb ik de motor van mijn moeder eigenlijk overgenomen. En dat was een Suzuki GS500. Een eentje uit 1987. Ja, oudje. Een oudje, maar die staat onder de 35 kilowatt rijders wel heel erg goed bekend als beginnersmotor. Echt helemaal niks erop eigenlijk. Ook nog gewoon carburateur, 2-cilinder in lijn. Gewoon ploffen en leren. En dat heeft, vind ik, een hele verstandige keuze dat die regels er zijn gekomen. Ja. Toffe regels om getrapt te beginnen? Ja. Hoezo? Omdat ik denk dat de mensen die meteen een rijbewijs hebben en op een motor stappen van 200 pk. Ja, ik weet niet. Ik heb daar toch altijd wel een beetje moeite mee. Ja? Ja. Oké. Ben jij ineens een verstandig huisvader? Ja. Ja, maar als je kunt rijden, kun je toch rijden? Zou je zeggen. Je hebt het papiertje of het pasje. Je hebt het pasje, maar ik denk ook dat je de ervaring nodig hebt om uiteindelijk dat ding onder controle te houden. En niet dat de motor jou onder controle heeft. Nou, oké. Mensen zeiden ook tegen mij, begin je op een 600cc? Toen keek ze ook echt zo vragend aan van, waarom niet? Dat vind ik nog anders. 600cc. Maar zelfs dat werd me gewaarschuwd. Van, we denken wel goed na, hoor. Ja, nou daar zou ik nu minder moeite mee hebben. Hmm. Maar de echte topmodellen van Suzuki. Een GSX-6000 of een Ducati V4 Street Fighter of zo. Ja, ik zou het niet aan beginnen. Als eerste motor. En wanneer mag je dan van een 5, 6, 700 naar een 1000? Wanneer ben je dan wel klaar? Volgens jou? Ja. Hoeveel kilometer moet je gereden hebben? Ik denk als je 2 jaar op een motor hebt gereden en dan je hebt lekker kilometers gefroten, dan heb je daar wel veel meer gevoel voor. Ik heb wel eens gehoord van, je moet eigenlijk eerst een keer alle seizoenen gereden hebben. Dus gewoon op een beginnersmotor. Gewoon zeggen van, ga maar eens in de zomer, herfst, het begint slecht weer te worden. Gewoon doorrijden, ervaren hoe het is als het ook een beetje glad wordt en dat soort dingen. Later op de weg. Ja. Vind ik ook een hele slimme. Ik kan het ook iedereen aanraden. Ik heb op mijn brommer ook in alle seizoenen gereden. Met sneeuw, alles. Ja, dat van vermogen. Ik denk, ook al heb je net je rijbewijs en je hebt 200 pk onder je kont. Ik denk dat je dan één keer
zowat opstijgt en dat je denkt, oh, even kalm aan. Als ik kijk naar die 200 pk die ik erop heb, ja, daar zitten ook beveiligingen op. En ja, ik voel hem soms ook wel eventjes in de beveiliging springen. Dan denk ik van, oh ja, dit heeft me nu wel gered. Daarom zit die beveiliging erop, toch? Wheelie control en traction control en noem maar op. Ja, soms puttert die even. Heb ik blijkbaar te veel gas gegeven, ja. Of alsnog je ouders met een kastje langs de weg. Ja, ik heb dat wel echt nog nooit gehoord. Ja, als je, die zijn er, die zijn die kleintjes. Als je dan te veel gas geeft als beginnende rijder, even een knopje ingedrukt en dan burp, ja, dan stopt hij ermee. De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Het motocrossen zou wat meer gepromoot moeten worden, ook hier in de Motorpodcast. Dat zei je al toen je hier binnenkwam. Zelf kom je er nauwelijks meer aan toe, want ja, druk met werk en huiselijke zaken. Waarom moet het dan toch zo gepromoot worden? Nou, het is een sport waar de mens heel veel verschil maakt. Leg uit. Nou, je ziet in de Formule 1, dan maakt een auto heel veel verschil. Ik denk dat MotoGP ook al veel meer de man op de motor het verschil maakt. Maar bij motocrossen kan iemand op de baan aankomen met een motor van 15 jaar oud. Met minder cc. En die iedereen helemaal aan vlarder rijdt. Ten opzichte van iemand die gewoon een spliksplint een nieuwe motor uit de doos haalt. En gewoon gaat rijden. Het komt echt ook heel erg op de man aan. En dat kan ik heel erg waarderen. En daarnaast is het gewoon spectaculair om te zien. Techniek. Erg belangrijk. Heel erg gaat het over techniek, ja. Geldt überhaupt toch voor de motorsport als je de MotoGP vergelijkt met Formule 1? Dat je denkt van ja, die Formule 1, als je pole position start, heb je gewonnen. Of je moet gewoon Max heten. Ja. Terwijl bij de MotoGP ziet we daar vorige week weer gebeurde. Dat je denkt van jeetje man, wat een ongelukken, spanning en gewoon ook verschillend klassement. Ja. Wat je bij GP niet ziet. Bijna niet, volgens mij. Nee, bij motocross heb je... Nou ja, je hebt één Nederlandse rijder die steekt er met kop en schouders bovenuit. En dat is Jeffrey Herlings. Die heeft wel echt laten zien hoe je motocrossen nog op een hoger niveau kon tillen dan dat het al was. Dat hij bijna iedereen op een rondje zet. Maar dan nog is motocross wel een sport waarbij je rijdt een half uurtje, maar die mensen komen er helemaal gesloopt af. Het is geen moment van rusten. Een rechtstuk is niet rusten. Je hebt allemaal sporen, balans houden. Het is echt, dat is, vind ik heel mooi aan de sport. Kan dat op heel veel plekken dan? Want zoveel van die motocrossbanen zie ik niet. Tegenwoordig wordt het steeds lastiger. Je ziet ook dat banen ook weggaan. Door bijvoorbeeld, jullie wilden, volgens mij hebben jullie het er wel vaak over, geluidsoverlast. Ja. Nou, dat is een topic dat ook bij motocross heel erg speelt. En de omgeving waar je in bevindt. Nou, de ene baan heeft dat wat beter voor elkaar dan de ander. Maar in Brabant zijn de meeste banen te vinden. Oh, ik dacht dat het toch een beetje voor de Achterhoek was. Hè? De mannen van Normaal. Die hebben er ook een liedje over gemaakt, vond ik. Over motocross? Heel veel motocross. Ja. Misschien moeten we die weer een keer terug laten komen. De plaat waar je harder van gaat. Ja, de plaat waar je harder van gaat. Moeten we het weer eens over hebben. Hemmo, hoe duur is motocross? Hoe vaak in de week doe je het? Is er een spannende competitie? Wat heb je zelf gedaan? Ik ben begonnen, tenminste. Mijn vader heeft toen een motor voor mij gekocht, een 125 cc. Nou, die koop je van 2500 euro, heb jij wel echt een nette. Dus dat hoeft niet heel erg duur te zijn. Tenminste, ik kan niet in jullie portemonnee kijken, maar dat is wel, het is een betaalbare, dure motorsport. Mm-hmm. Dan heb je nog een licentie die je moet hebben van de KNMV. En wat is daarvoor nodig om die te krijgen? Volgens mij moet je een online formulier invullen dat je alle regels op een baan respecteert en kent. Oké, dus daar hoef je geen moeilijke kunsten voor te doen? Nee. Dat dacht ik. Daar hoef je geen moeilijke kunsten voor te doen. Iedereen zonder rijbewijs mag gewoon motocrossen. Dat is... Dat heeft Ellis uitgelegd toen. Ja, kijk, als je 14 bent en je hebt geen rijbewijs, dat snap ik. Maar ik dacht dat je toch iets moet laten zien van dat je het kan, dat je het ding kan beheersen. Maar als je gewoon aankruist, ik mankeer niks en ik respecteer alle regels, dan krijg je er een stempel op en is het oké. Ja, dan kan je beginnen. Ja. En als je geen rijbewijs hebt, mag je alleen het circuitpark niet af natuurlijk. Dan mag je niet op de openbare weg. Nee, maar met een crossmotor mag dat nooit, want er zit geen kenteken. Nee, precies. Nou, met een enduro motor mag dat wel. Nou ja, dat had Ellis inderdaad uitgelegd. Ja. Dat zou ik dan graag willen hebben.
Ik zo'n enduro ding. Dat je op de crossbaan rijdt en dan rij je eraf en ga je zo in huis. Nou ja, even een rondje over het circuit. Ja. Al lijkt me het wel verdomd lastig. Want ik zat even te kijken naar wat dingetjes ter voorbereiding hiervan. Maar dan zie je dus echt die sporen op een gegeven moment. Kijk, als je niet op pole position, als je halverwege zit en je moet echt. Nou, op een gegeven moment zijn die groeven, ja, wat is het? Ja, die sporen zijn zo diep. Ja. Ik denk van nou, dat. Je zakt gewoon weg, joh. Ja, soms heb je wel eens baan als het lekker heeft geregend, waar je tot je voetstepjes gewoon door die sporen moet rijden. Ja. En dan is het, ja, de meeste mensen die gaan van hun gas af als ze daarin rijden. Maar dan val je. En gas vaak is de houden. Beste oplossing om gewoon gas te geven. Ja. En dan ga je lekker rechtdoor. Ja, maar dan de motor, het bewijs dat je erop mag rijden. Zo'n licentie van de KNMV, de kleding. Ja. Je hebt speciale MX gear natuurlijk. Ja, motocross schoenen. Je hebt vaak bodyprotectie. Je hebt voor de benen. Moet ik even zeggen, heb je wel van die crashpads, maar die draagt niet iedereen. Je hebt een neckbrace. Tenminste, het hoeft niet, maar dat is wel aan te raden. Ja. En gewoon een motocrosshelm, een bril. Benzine moet je hebben. En een karretje. Om je motor mee te nemen. En een trekhaak, want anders krijg je hem niet mee. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik hoor je over allerlei vormen van beveiliging en protectie. Is het een gevaarlijke sport? Buiten dan dat jij je pols een paar keer hebt gebroken? Ja, het is een risicogevoelige sport. Hoe harder je gaat, hoe meer risicovol het is. Ja, zo is het gewoon. Ja, geldt ook voor circuitrijden. Ja, als je nou met de highsider eraf gaat, dan zou ik je ook niet na willen doen. Nee. Maar hoe was het ook weer? Met voetbal ben je toch vaker gewond geraakt dan op de motor? Ja, dat is echt zo. Ja. Kijk, dus een verlost motorrijden is een veilige sport, mensen. Nou ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel altijd een. Mensen die omschreven mij als een beheerste rijder. Oké. Okay. Ja, niet een hele wilde. Een beheerste rijder, en doe je dat op de weg nog steeds? Ja, ik vind techniek heel erg belangrijk. Ja? Ja. Ik vind bijvoorbeeld zo'n circuittraining in Lelystad iedereen aan te raden. Dat soort dingen, dat vind ik wel echt. Vind ik heel erg leuk. Of 's avonds naar een parkeerplaats toe gaan en. Ga maar probeer je knie maar aan de grond te leggen en probeer dat op basis van techniek te doen. En doe dat samen met een groepje vrienden en heb lol samen. Vind ik heel erg belangrijk, ja. Robert, we praten zo verder. Dan gaan we ook nog even gas geven met een hele grote groep crossmotoren. Maar we gaan eerst even naar Ilse voor een nieuwe masterclass. De Motorpodcast. MKC Moto Masterclass. In de MKC Moto Masterclass willen we elke keer iets weten over één product of onderwerp. En we zijn weer aangeschoven bij Ilse. Zij is verkoopspecialist bij MKC Moto. Ilse, nou moet ik eigenlijk een nieuwe jas. Maar ik vind de keuze zo moeilijk. Ik heb er eentje gepast van 500. Die zat wel lekker. En toen dacht ik, misschien moet ik toch een ietsje duurdere van bijna 1000. En die zat eigenlijk helemaal niet lekker. En ik zie door de bomen het bos bijna niet meer. Wat is nou een goede motorjas? Ja, dat hangt natuurlijk af van wanneer je bijvoorbeeld gaat rijden. Dat is best wel belangrijk om van tevoren te weten. Je hebt zoveel verschillen in jassen. In veel ventilatie, minder ventilatie. De mate waarin een jas waterdicht is bepaalt ook heel erg de prijs in sommige gevallen. Dus ja, dat zijn vragen die je eigenlijk ook jezelf weer een beetje moet stellen. Waterdicht moet hij in ieder geval zijn, want ik rij het hele jaar door. Dus hij moet eigenlijk ook wel tegen water kunnen. Ja, en in de zomer, dan vind ik toch wel lekker als je een binnenlaagje eruit kan halen. Zodat je dan ook nog een beetje gekoeld kunt rijden. Ja, en dan toch blijft de keuze enorm. Ja, dat klopt ook wel. Als je helemaal als je zegt, ik wil een goede waterdichte jas, dan is het wel goed om na te denken over een Gore-Tex-membraan. Waarom dan Gore-Tex? Zij hebben gewoon het sterkste membraan. Dus ze kunnen gewoon de meeste hoeveelheid water aan en houden die het langst droog. En ook het meest ademende membraan. Dus daar kun je ook heel veel profijt van hebben. Als het bijvoorbeeld heel ietsje warm is, maar toch wel regen in de lucht hangt. Nou heb ik op dit moment een jas waar ik 1 laag uit kan halen. Maar ja, je hebt jassen waar je er echt heel veel uit kunt halen. Valt gelukkig mee. Het houdt wel op bij 3. Het verschil tussen 2 en 3 lagen jassen zijn voornamelijk de hoeveelheid aan ventilatie. Dus een 2-laags jas kan best wel veel ventilatieopeningen hebben die je open kan zetten wanneer het wat warmer weer is. Maar de regenliner blijft er dan altijd in zitten. En de regenliner is niet alleen waterdicht, maar vooral ook winddicht. En dat maakt het dan wat warmer, vooral wanneer het warm is. Dus heb je een 3-laags jas, dan kan die losse regenliner
er dan ineens uit. En als je dan je ventilatie openzet, ja, dan heb je daar gewoon meer profijt van. En dan voel je dat sneller. En met alle laagjes eruit, protectie is dan nog wel goed? Ja, zeker. Want de bescherming zit echt in de buitenlaag van de jas. En de protectoren zitten ook in de buitenlaag verwerkt. Dus je bescherming gaat er niet op achteruit. Maar je hebt wel meer ventilatie in een wat luchtigere jas voor de warme dag bijvoorbeeld. En het voordeel van die losse laag is dat je dat met nare luchtjes nog eens een keer in de wasmachine kan gooien. Ja, ook. Ja. Nou heb ik nog een heel aantal van die motorbroeken met zo'n ritsje aan de achterkanten, waarmee je de broek dan aan de jas vast kan maken, zodat de broek niet af kan zakken. Ja, als ik een nieuwe jas koop, passen dan die ritsjes van al die broeken die ik heb, passen die nog? Is dat universeel? Nee, helaas niet. Je ziet eigenlijk binnen de merken, hè, blijf je binnen een Revit of een Risha, dan kunnen de ritsen op elkaar. Mits je dus binnen Revit blijft of binnen Risha. Maar ga je een ander merk erop doen, dan zou het best wel eens kunnen dat de rits heel anders is, waardoor die gewoon niet past. Er zijn wel wat merken die bijvoorbeeld de andere kant van de rits eraan laten, waardoor je hem eventueel nog op die broek kunt zetten als je het echt heel fijn vindt om hem wel aan te ritsen. Maar helaas is het niet universeel. Ilse, nou wil ik dus een hele mooie nieuwe jas. Maar hoe lang gaat die dan ongeveer mee? Ja, zoals we een keer eerder bij de helmen wel benoemd hebben, is dat er echt vaste levensduren aan zitten. Dat hebben we bij de jas of bij de broeken niet. Maar de mate waarin je je spullen onderhoudt bepaalt wel ook hoe lang je spullen meegaan. Helemaal als je jas tussendoor wel echt goed wast en goed onderhoudt, waardoor die één langer mee kan gaan, maar ook de waterdichtheid gegarandeerd kan blijven. Ja, dat helpt natuurlijk sowieso. Maar hoe moet ik hem dan onderhouden? Nou ja, allereerst kun je hem tussendoor wassen. Dus je hebt, als je losse voeringen hebt, die kun je tussendoor natuurlijk lekker wassen. Maar de buitenlaag ook. Daar zijn wel instructies voor. Ook in de jas staat wel aangegeven hoe warm je zo'n product bijvoorbeeld mag wassen. Doen vooral niet in de droger. Maar ook dat staat er allemaal in vermeld. Er zijn echt speciale wasmiddelen voor dit soort kleding ontwikkeld om ook echt die membranen wel goed schoon te kunnen krijgen. Nou heb ik met een vriend georganiseerd. Ik zei, ik doe mijn pak gewoon aan. Pak jij even de hoge druk en hij heeft me gewoon eventjes schoongespoten. Toen was het pak weer schoon, maar het begon wel een beetje te lekken. Ja, dat kan. Ja, er zijn ook wel middeltjes om het opnieuw te impregneren. Maar bijvoorbeeld echt de Gore-Tex-membranen hebben heel veel profijt aan het wassen. Want door de iets hogere temperatuur wordt er een bestanddeel in het membraan weer opnieuw geactiveerd. Dus als je bijvoorbeeld Gore-Tex-kleding hebt, goed onderhouden en juist het wassen kan heel waardevol zijn. En daarna kun je hem eventueel nog impregneren om de jas nog weer nog extra te beschermen aan de buitenkant. Resumé, heb je een nieuwe motorjas nodig? Laat je dan gewoon eventjes voorlichten door een van de verkoopmedewerkers van MKC Moto. Check de show notes, ga naar de winkels van MKC Moto of kijk op mkcmoto.nl. MKC Moto Masterclass. De motorpodcast. Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep MAG komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen, we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Onze hoofdgast is Robert van Zochel. Hij heeft ons aangeschreven omdat hij vindt dat de motocross meer gepromoot moet worden, ook hier in de Motorpodcast. En ik dacht, weet je wat, dan draaien we meteen het gas erop met een grote groep crossmotoren bij de start van een wedstrijd. En soms staan er 30 voor het starthek. Ja. En dan houden ze het 15 seconden bordje omhoog. En dan 5 seconden. En dan zie je iedereen naar het starthek kijken. Ja. En dan kan op elk moment dat starthek vallen. En dan klapt dat naar beneden. En dan gaat iedereen naar de eerste bocht toe. Dat is echt heel indrukwekkend om mee te maken. Op je YouTube-kanaal geloof ik ben je het zelf ook aan het oefenen. Met zo'n met een crossertje. Ja. De start. Ja, gefocust op het valhek. En dan gauw weg. Klopt, ja. Dat is inderdaad mijn begintijd geweest van motocrossen. Nou ben je niet alleen van het motocrossen, maar je hebt ook iets met Honda VFR-motoren. Dat zijn gewoon straatmotoren. En iets met een tuinhuisje. Wat heb jij met VFR'tjes? Honda VFR'tjes. Ja, dat is iets heel erg bijzonders, denk ik. Mijn moeder is ooit gevallen met de wegmotor. En toen de tijd waren wij op zoek naar, om die motor te repareren, naar tweedehands onderdelen. Ontzettend lastig om te vinden. Want een motor is 20 jaar oud, dingen worden niet meer geproduceerd. Kost hem best wel wat geld. En toen bedacht ik mezelf van wat nou als ik gewoon motoren opkoop die schade hebben en die onderdelen doorverkoop. Want toen de tijd werkte ik bij de Jumbo.
Motocrossen werd erg duur en ik moest meer geld verdienen, ook om die hobby te bekostigen. Mijn vader reed een Honda VFR, een 800. En toen zei hij van ja, maar hier zijn er heel veel van gemaakt. Heel veel zijn rood. Zijn allemaal wel betrouwbare lui die daarop rijden. Laten we dit als motor pakken die we dan gaan kopen, slopen en verkopen. En in 5 jaar tijd denk ik dat ik er een stuk of 50 heb gehad. En voor je het weet staat het hele tuinhuis vol en zit je... Ben je aan het... 50 van die dingen? Ja, 50. Ja. Bij je ouders thuis? Ja, bij mijn ouders thuis. In het tuinhuisje. Ik werd ook op een gegeven moment op internet de jongen met het tuinhuisje genoemd. Ja. En ik was toen 16, 17 jaar. Toen haalde ik al die motoren uit elkaar om onderdelen te verkopen. En zo bekostigde ik mijn hobby. En daarna ging ik studeren. Toen heb ik daar ook mijn studie nog van betaald. De Motorpodcast. Ik zei het aan het begin van deze aflevering al. Ik ben even naar Londen geweest voor een bezoek aan de Bike Shed Londen. Een soort motorwalhalla, hè, met een barbier, een tatoeageshop, een motorkledingshop en zoiets. Wil ik hier in Nederland ook graag organiseren. Een soort motorkroeg met echt alles erop en eraan. Nou, hebben we al een klein beetje een soort van bike shed hier bij de Motorpodcast. Maar ja, dan nog net eventjes een stapje verder met eventueel ook een hotel. En ja, heb jij nog iets waarvan je bij jezelf denkt, nou, dat zou er dan toch ook wel bij moeten? Goede muziek. Eén ding wat ik me nog herinner, en die staat ook op de Zwarte Cross, dat is die draaimolen met van die motoren erin. Oh ja, draaimolen met motoren. Ja, dat is wel een mooie toevoeging, ja. Ja. Ken je die? Het is niet zo'n stalen bol waar je dan in moet en dan over de kop, maar gewoon echt een draaimolen met... Ja, daar hebben ze motoren in gebouwd. In plaats van zo'n bakje. Ja, in plaats van zo'n bakje, ja. En dan zit je gewoon in die draaimolen, alleen dan op een motor. Okay. Voor de crossmotoren trouwens. Ja, dat, okay. En dat zijn crossmotoren die het niet meer doen, maar gewoon leuk voor de lol. Ja. In plaats van een hobbelpaard zit je dan op een crossmotor. Ja, exact. Ja, ik zei het eerder al, het is toch gek dat dat er in Nederland niet is. Kermis motorrijders vinden zo'n honk toch leuk, waar je gewoon even aan kan komen, even wat kan drinken en weer door kan rijden of even een burgertje kan eten. Gewoon even een paar motoren kunt kijken. Ja. Heb je in Nederland ook motorhotels? Nou ja, vraag. Nou, volgens mij niet. In de Ardennen heb je het. Hoe heet het nou? In Drenthe, met haar B&B. Ja, een motor B&B vlakbij het circuit. Marjan Dunning. Die hebben we eerder te gast gehad. Maar het zijn er denk ik niet veel in Nederland. In ieder geval niet zoals in de Ardennen of in het Zwarte Woud of de Eifel of noem maar op. Dus waar je ook, als je uppie in kamer wil hebben, maar vooral ook waar je je motor goed kunt parkeren. Op een veilige plek, dat je hem ook goed op slot kan doen en zo. Ik vond bij die bike shed in Londen hadden ze dingetjes in de grond zitten. Kon je een soort beugeltje opklappen en dan kon je dan je slot goed doorheen doen. Slim. Ah, ja. Weet je, zoiets. Daar word je als motorrijder toch blij van, hè? Ja, dat zou ik graag in Nederland ook willen doen. Dus ik zoek naar een investeerder. Ik had hem aan de randje Ardennen ook gewoon bij een normaal hotel gezet. Ja, als je hem even netjes neerzet, moet het ook gewoon kunnen. Tuurlijk. Maar als er echt rekening mee gehouden is... Dat is wel fijner. Dat is wel lekker. Waar zou jij zo'n hotel het liefst zien dan? Waar rij je het liefst in Nederland? In Nederland? Ja. Ik vind de weg die mij het meest aanspreekt is de dijk van Amerongen naar Arnhem. Ja. Dat vind ik echt zo'n fantastisch stuk. Overzichtelijk. De zuidkant dan? De zuidkant. Ja. Klopt. Vind ik zo overzichtelijk. Mooie bochten. Geweldig. Ja, dan kan je niet al te veel aan het uitlaatje doen, hè? Nee, we zijn druk met bellen met dijkbewoners en mensen van de Nevon. De organisatie die zich verzet tegen motorrijders. Hij gaat er echt komen, de discussieaflevering over geluid. We gaan hem binnenkort maken. Met een dijkbewoner, bewoonster. Want die mensen zien je liever gaan dan komen. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Dat geloof ik ook wel. Maar toch op het dijkje rijden. Dat is in Nederland is dat de meest bochtige route die je kan pakken. En als motorrijder word je blij van bochtige routes. Hmm. Dus dan dat is waar. Dus dan is de dijk in Nederland het meest geschikt daarvoor. Ja. Nou, we het toch over bochten hebben, laten we de 6 versnellingen even doen. De Motorpodcast. Snel schakelen. De 6 versnellingen. Het idee is simpel. Snel antwoorden op de vragen. Motor slopen of motor kopen? Kopen. Honda of Aprilia? Oeh. Aprilia. Nooit meer op vakantie of nooit meer motorrijden? Nooit meer op vakantie. Bochten of hard rechtdoor? Bochten, 100%. Het hele jaar door of alleen het seizoen? Seizoen. Motocross of toch MotoGP? Motocross. Dan waren ze. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast.
Kijk op demotorpodcast.nl. Waarom Aprilia en geen Honda? Ik denk dat als je een verstandige keuze wil maken, dat een Honda echt een hele goede motor is om op te zitten. Maar die Aprilia, ondanks dat hij me financieel erg veel pijn heeft gedaan, heeft hij toch nog wel een plekje in mijn hart. Oh, leg even uit. Hoezo? Veel pijn gedaan? Echt gewoon veel gekost? Ja, echt veel gekost. Dus versnellingsbakproblemen, de distributieketting-steller, de oliedruk die was eraf. Ja, dat zijn geen leuke reparaties. Dan ben je niet een paar honderd euro kwijt. Dan ben je een paar duizend euro kwijt. Oeh. En dat kan ik nu gewoon niet betalen. Dus daarom ben ik er wel vanaf gegaan. Maar als ik die 100.000 euro had, dan... Komt er een aprilijtje. Ja, doen we straks. Hele jaar door of seizoen, toen zijn meteen seizoen. Ik denk, jij bent een heel jaar doorrijder. Nee. Als je toch die cross gewend bent, dan boeit het een beetje regen of kou. Ja, maar nou, ik heb er dan op de weg geen plezier in. Oké. Okay. Nee, als het keihard regent, ga ik niet naar buiten. Als het sneeuwt, ga ik ook niet naar buiten. Nee. Als het 3 graden is en het zonnetje schijnt in de winter... Heerlijk. Dan ga ik er wel op uit. Ja. Maar dat op kou kun je kleden. Dat is waar. Ja. Motor slopen of motor kopen? Toen werd het toch motor kopen. Echt, dat slopen ga je niet meer doen, hè? Nee, ga ik niet meer doen. Want je bent klaar met de vieze handen? Niet met de vieze handen. Maar ik vind het handelen, het verkopen, ook wat ik voor mijn werk doe... dat vind ik leuker dan, dan het sleutelen. Deze aflevering zit er alweer bijna op. We moeten de post nog even doen. Heel veel post dropten jullie in onze mailbox info@demotorpodcast.nl. Als het goed is, hebben jullie allemaal reactie gekregen. En de leukste mailtjes hebben we er even uitgekozen. Want ja, complimenten zitten we altijd op te wachten. Steef Westerlaak die schrijft... Goedemorgen, ik hoorde net in de podcast dat jullie interesse hebben in het afstellen van de motor. Nou, ik heb in maart de Triumph Speed Triple van mijn broer weggebracht naar Unlimited Tuning in Amersfoort. De Triumph is daar op de testbank gegaan en helemaal opnieuw afgesteld. Mijn broer herkende de motor totaal niet meer terug. Hij pakt beter op, heeft geen dip meer en is veel rustiger in de omgang. En hij zegt, misschien is het leuk om daar een keer een podcast over te maken. Misschien wel op locatie. Ik denk dat hij daar wel voor open staat. Veel succes, ga vooral zo door met de podcast. Duimpje omhoog. Nou, Steef, ik heb na jou nog veel meer andere tips gekregen... wat ik met mijn R1 kan doen. Remco Jansi zegt, hey, ik hoor net op jullie nieuwe aflevering... dat je een probleem hebt met de R1. Ik kan dan weer Druif Racing in Lunteren aanraden. Die kunnen hem zeker perfect afstellen. Hij heeft ook een keer gezeik gehad met zijn Power Commander op de R6. Heel lang alles afstellen, vervangen, et cetera. Bleek gewoon een storing in te zitten en daarna liep hij weer perfect. Nou, dankjewel Remco. Ga ik ook even naar kijken. Ruben Rijgaard 2066, die heeft een reactie gegeven op aflevering 92 met Peter van Motortest TV. Hij schrijft, wat een combi. Ik luister echt altijd naar de motorpodcast en kijk ook elke aflevering van Peter. Dus deze combi kan niet beter, toppers. En dan nog een reactie op de enkele schoenen kwestie die wel eens langs de snelweg liggen. Weet je nog, Peter, we hadden het in aflevering 93 daarover in de nabrander. Waarom liggen er wel eens enkele schoenen langs de weg? Jij zei nog, zijn die mensen dan vermoord of zo? Dat dacht ik aanvankelijk. Ik dacht van ja, er is iemand echt zo'n crimi-scène. Dat er dan ergens ligt aan lijk. Lijk hebben we nog niet gevonden, maar de schoen wel. Je hebt te veel baantje gekeken, denk ik. Niels de Lange die schrijft... Hey Dennis, ik hoorde net in de nabrander dat jullie je afvroegen... hoe het kan dat er enkele schoenen aan de weg liggen. Hij vroeg zich het ook af, maar heeft het antwoord opgezocht. Vrachtwagenchauffeurs die zetten namelijk hun schoenen wel eens op de treeplank... en die rijden dan op sokken om de cabine schoon te houden. Nou, en dan valt er wel eens eentje van die treeplank af... en die ligt dan langs de snelweg. Nou, dat is helemaal niet spannend. Dat is helemaal niet spannend. Tot zover dit spannende verhaal. Maar nog eventjes vier nieuwe vrienden bedanken van de show. Hillary, Michel Hagen, Tim de Jong, Niek Boevink. Dank voor het zijn van vriend van de show... maar natuurlijk ook een shout-out naar alle andere motorrijders... die al langer vriend zijn. En heb jij nou wat te melden? Stuur een DM'tje of een mailtje naar info@demotorpodcast.nl. De Motorpodcast, de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Ik wil het nog even kort hebben over onze 100ste aflevering... die we binnenkort op gaan nemen in Poppodium De Vorst in Hilversum. Dat is zondagmiddag, 15 oktober. Ja, dat wordt een heel fijn feestje dat je eigenlijk niet mag missen. Maar ik heb begrepen dat we nagenoeg uitverkocht zijn. Nog 10 tickets, toch? 10 extra kaarten. Ga even snel naar demotorpodcast.nl, bestel je ticket... en dan ben jij bij dit... fijne feest met een heel bijzonder programma. Alice Dijkhuis die gaat je viering checken als je dat wilt als je op de motor komt. Ron Batist schrijft aan als gast. Ja, en die heeft al hele mooie motorverhalen. En Motor Meert is er ook bij. Motor Meert schrijft aan voor de snelle verhalen. En voor de vrouwen op de motoren. In het tweede uurtje gaan we een nabrander opnemen met Kawa Saskia. Dus die gaat ons interviewen.
Als jij nou een vraag hebt, stuur hem in naar info@demotorpodcast.nl. Want voor de drie meest originele vragen hebben we een mooi prijzenpakket van handigschoonmaken.nl klaar liggen. Nou, doen we gewoon nog 10 extra kaarten in de verkoop. Maar dan moet je er echt snel bij zijn. Dan zetten we het winkeltje nu weer open. Ga naar demotorpodcast.nl en claim je ticket. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? 100.000 euro. Die hebben we nog in de aanbieding. Fictief dan natuurlijk wel, Robert. Ja, ik begin klein. Ik ben wel toe aan een nieuw helmpje. Oh, nou, dus geen 500 euro heb je een hele mooie. Ja, dan zou ik een mooie Shoei willen. Ik zou nog een Yoshimura uitlaat willen op mijn Suzuki. Wacht even, 500 voor de helm. Ja, en wat kost die uitlaat? 7,5. Ja. Dat schiet niet op zo, hè? Nee, dan ben ik er nog niet. Maar dan heb ik deze motor wel zoals ik hem zou willen hebben. Ja. Ik heb op dit moment een rijtjeshuis met een, ik noem het een soort tuinkast waar net mijn motor in kan. Daar zou ik wel een grotere schuur voor neer willen zetten. Toch, die schuur weer. Ja, ja, eigenlijk vinden we dat niet helemaal goed. Nee? Ja, no. Nou ja, voor deze keer, omdat je klein begonnen bent, mag je van ons wel een ietsje grotere schuur. Maar we willen eigenlijk dat het aan de motor opgaat. Okay. Wat voor motor komt er dan nog? Nou, dat is mijn volgende stap. En dan komt er wel weer een nieuwe Aprilia V4 Tuono. En wat kost die? Die kost wel 25 volgens mij. 25.000. Had ik het schuurtje nog niet meegenomen, maar wat kost een schuurtje? 20. 20. Je moet eens bij Bart van Motor Social gaan kijken. Die heeft aan zijn huis echt een fantastische werkplaats. Ja, dat zou ik ook heel graag willen. Maar zitten we nog niet op de 50.000? Nee, zeker niet. Nee, dan komt er nog een Ducati, een V4. Kijk, nou gaat het een beetje opschieten. Ja. Ducati, een beetje extra budget overhouden voor de werkplaats, hè? Want Ducati is natuurlijk gratis. Nou, dat was inderdaad hetgeen wat ik dan ook mee wil nemen. Want ik heb niet zo heel veel geluk met die Aprilia gehad. Als ik dan ook nog 10 rode aan die aan onderhoud mee mag nemen, dan komen we een heel eind. Wacht, maar wat kost de Ducati? Volgens mij wel 30 of zo. Okay, als je hem een beetje aangekleed hebt. 30.000 punt is. Dan zitten we op 78, 10 mil voor van het onderhoud. Ja. En dan zou ik ook nog heel graag. Ja, zegt u het maar. Echt een mooie rondreis willen maken door Europa heen. We zitten nu op 88.000. Ja. En een rondreis, dus dan heb je nog. Ja. Luxe hotelletjes, 15.000 euro. Nou, je kan nog 12.000 euro uitgeven. Ja. Maar dan ook wel een mooie lange. Dus dat je niet overal snel voorbij moet. Maar dat je wel een paar dagen daar stopt, een paar dagen daar. Ja. 2 maanden weg zijn of zo. Nou, wordt het dan off-road of wordt het dan on-road? On-road. Toch wel? On-road. Ja, zou ik het nou, vertel, waar gaat de tocht daar naartoe? Je hebt er ongeveer 12 voor over, hè? 12.000. Ja, ik zou denk ik, want dat was ook in een eerdere podcast, en dat heb me ook wel een beetje op zo'n idee gezet. Ik zou heel erg graag willen beginnen, denk ik, in het Zwarte Woud. Ben ik nog nooit geweest. En dan een beetje afzakken naar de Italiaanse, Zwitserse Alpen daar. Mooie Stelvio-pas rijden. Daar de omgeving ook verkennen. En dan iets meer afzakken naar het zuiden van Frankrijk. En dan Spanje, zeg maar. Dan zo die kust. En dan naar Portugal en dan weer zo omhoog. En misschien zou ik... Ja, misschien had ik misschien nog wel willen beginnen in Noorwegen. Dat je zo afzakt. Zo. Ah, dat is een mooi rondje. En ga je dat dan doen op die Ducati die er nog moet komen? Of toch op die Aprilia? Of toch op de Suzuki? Ja. Ja. Ja, als ik de keuze heb, dan zou ik het gewoon op die Aprilia doen. Toch? Ja. Ja. En daar kan alles op? Tassen? Ja, dat is misschien nog wel een dingetje, hè? Een vraagstuk, ja. En waarom niet naar het Oostblok? Ja, dat weet ik niet. Als ik reisprogramma's zie, moet dat ook echt, weet je, Albanië, Kroatië die kant op. En richting Polen, Oost-Duitsland. Moet ja, ook is maar, prachtig zijn. Ik ben nog nooit bekend. Nee? Of tenminste, nog nooit in me opgekomen. Nee. Ik heb pas een keer een film gezien, of tenminste een YouTube-film, over een vent die ging op de motor alle oude Koude Oorlog dingen af. Ja, en bijvoorbeeld. Begon dus bij een of andere uitkijkpost waar ooit de Stasi gezeten had. En daar ging hij al die dingen, had hij allemaal opgezocht, ging hij langs. Vond ik zeer indrukwekkend, zou ik ook wel willen doen. Ja, en een van de eerdere afleveringen hebben we het ook gehad over, wie was het nou? Die was naar een
zo'n straaljagerbunker geweest. Ja, in Kroatië. Ja. Die heb ik ook geluisterd. Ja, was aflevering 68 met Maurice. Van een of andere koning, volgens mij. Ja. Die had daar in de bergen zo'n ondergrondse... Precies. Straaljagerpark. Ik zou dan eerder daar naartoe rijden. Denk ja, de code is hier. Alhoewel, de video's van Peter van Mototest TV... Ja, die reeks moet je ook echt kijken. Die is in, ik geloof, 7 afleveringen naar de Code Zuur gereden. Die heeft de meest bizarre dingen meegemaakt. Heeft ook in een eerdere aflevering bij ons erover gehad. Was nummer 92. Ja, dat zijn hele vermakelijke video's. Dus de inspiratie zul je daar nog even naar moeten kijken. Hé, maar dan hoor ik toch bij die 100.000... gaat het dan niet meer over waar je aanvankelijk voor hier naartoe gekomen was. Ik denk, je gaat je eigen crossbaan openen. De promotie van het motocrossen. Ja, daar horen we helemaal niet meer over. Nou, laat ik zo zeggen, op dit moment zou ik het daar aan uitgeven. En mocht ik misschien dan weer bijvoorbeeld... stel, ik zou een kind krijgen en ik zou hem daar of haar daarin gek maken. Ja, dan zou ik het daarin stoppen. Een mooie trailer, mooie motoren erin. Ook eentje voor mezelf. Ja, tuurlijk. Alleen op dit moment, hoe ik nu in mijn leven sta... zou ik het anders besteden. Als je nou zit te luisteren en denkt van... ja, jullie moeten toch eens al vaker over motocross praten... dan meld je dan vooral bij info@themotorpodcast.nl. Want wij vinden dat elk facet van motorrijden moet gewoon voorbij komen. En we zijn ons ook wel bewust... ja, motocrossen hebben we het eigenlijk in de afgelopen 3 jaar... toch wel te weinig over gehad. Als je hoort hoe een actieve en grote sport dat is in Nederland... en hoe enthousiast jij erover bent, Peter. Wat ik al eerder zei, het racen op zich... ik realiseer me dat ik dan absoluut niet mee kan komen met de rest... maar gewoon het beetje rondcrossen, dat vind ik wel heel leuk om te doen. Hoor. Maar je kunt toch gewoon bij Lelystad ook gewoon een rondje rijden? Je hoeft niet meteen de wedstrijd te rijden, toch? Nee, klopt. Je hebt tenminste... het meest gangbare in Nederland is woensdag dat een baan open is. Ja. En zaterdag en of zondag. En dan kun je gewoon naartoe. En er zijn dan trainingen. En dan heb je gewoon ook een agenda van een club. En dan zijn er op bepaalde data worden daar wedstrijden verreden. Maar daaromheen kan je gewoon trainen. Hartstikke mooi. Nou, motocross komt vast en zeker nog een keer terug... in de komende afleveringen van de Motorpodcast. Robert, dank je wel voor je komst naar de studio van de Motorpodcast... en het delen van je enthousiasme over het sleutelen en de motocross. Blijf nog even zitten voor de nabrander... want we moeten het ook nog even hebben met je over... je meest memorabele motormoment. Als dank krijg je een mooie vizierreiniger gezet... van onze gewaardeerde sponsor handigschoonmaken.nl. Want ja, een vizierreiniger heb je nodig... als je in de blub gaat rijden, onder andere. Dankzij onze sponsor handigschoonmaken.nl... en natuurlijk MKC Moto. En het goede nieuws is, als je... wilt werken in de motorbranche, dan zoeken ze bij MKC Motor nog heel veel mensen voor en achter de schermen. Je hoeft echt niet verplicht de motorrijder te zijn, maar het helpt wel als je de technische kennis wat makkelijk eigen kan maken en een goede uitleg kunt geven aan mede motorrijders. Zoek je nou een baantje in de motorbusiness, fulltime, parttime, in het weekend, assistent, store manager zoeken ze ook nog. Check dan mkcmotor.nl, scroll helemaal naar onder en druk op vacatures. En vind je deze podcast nou leuk, deel hem dan ook met andere motorrijders, want zo ben jij, Robert, er ook bij terechtgekomen. En luister je via Spotify, druk dan op volgen. Want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin gaan we praten met deze pompert. What is up, YouTube? Dit is jullie favoriete pompert. Back met een nieuwe video. Deze gek heeft ruim 500 vlogs online staan... en is volgens mij in ieder geval de eerste Nederlandse motorvlogger geweest. Hij heeft gelukkig meer volgers dan wokmeldingen. Scheelt niet veel. Houdt zowel van strepen trekken als over de schreef gaan. En heeft ook het woord bloemkoolbeuker uitgevonden. Nou, dat belooft een spannende aflevering te worden. Dat en nog veel meer in een volgende aflevering van... De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.